Zoals u ziet staat de auto er netjes klaar voor. Ik zal nog even een videootje maken. Dan is de tekst en uitleg wat dat betreft geregeld. Nou, de auto heeft een smart key. Dus dat betekent dat als ik hier op het knopje druk dat de auto gewoon open gaat. Aan deze kant bevinden zich dan de elektrische spiegels en de elektrische ramen. Dan willen we de spiegel inklappen, draaien we hem even door naar beneden. En dan klapt de spiegel dus inderdaad ook in. Dan draai je hem weer terug en dan komt hij ook gewoon weer terug. En natuurlijk werkt het nul, er gebeurt eigenlijk niks. En zet hem natuurlijk inderdaad op de linkerspiegel. Kijk, we kunnen hem op die manier inderdaad gewoon netjes verstellen. Hoogteinstelling, dus een hendeltje is gewoon oppompen of naar beneden pompen voor de hoogte te verstellen. Koplamphoogteinstelling staat nu op 0, is gewoon prima. En als we willen dimmen van dashboard, kunnen we deze nog gebruiken. Start-stop systeem kunnen we uitzetten. En de parkeersensoren kunnen we uitzetten. Maar goed, die willen we natuurlijk eigenlijk aan hebben staan. Nou, voor het starten heb ik eigenlijk niet nodig dat de sleutel in de sleuf zit. Alleen als het batterijtje op is van de handzender, dan zal dat moeten. Maar nu als ik gewoon druk op de knop, gaat hij gewoon starten. Dus dat werkt wat dat betreft prima. Nou, aan deze kant dan de verlichting. Dus gewoon naar voren draaien en dan gaat hij aan. Tweede ring is dan inderdaad voor de mistlampen voor, mistlamp achter. Dus dat is gewoon de extra ring naar voren draaien. Aan deze kant dan de unit voor volume van de radio. Nou, kwestie van even naar min. En dan gaat hij natuurlijk zachter. Plus natuurlijk voor harder. Opnemen van een gesprek. En de source, natuurlijk het soort zender wat we dan willen kiezen. Of het soort audio. En dat kunnen we ook regelen. Nou, de intervalstand is 1 naar beneden. Die kunnen we nog regelen door middel van de kleine druppeltjes of de grote druppeltjes als het harder gaat regenen. En natuurlijk nog het extra hendeltje voor de wisser achter. En dat is gewoon een kwestie van naar voren draaien. En dan gaat hij achter ook gewoon wat dat betreft meewerken. Nou, hier in het midden zit dan nog de cruise control en de snelheidsbegrenzing. Eentje naar beneden, dan staat de cruise control erop. Regelaar staat aan, zegt hij ook. Nou, we rijden geen snelheid, dus hij geeft ook niks aan. Hadden we nou 100 gereden, dan had hij natuurlijk op 100 gestaan. Als we dan even met plusje drukken, dan zetten we hem vast op die 100 km per uur. Willen we harder, plus, zachter, min. Kortstondig er vanaf, even het nulletje drukken. R'tje weer drukken om hem te resetten naar de laatst gekozen snelheid die hij dan in zijn geheugen heeft. Dat wordt iets duidelijker als ik bijvoorbeeld inderdaad deze hendel omgooi naar voren voor de snelheidsbegrenzing. Want als ik nu dus inderdaad op plus druk, kijk, dan geeft hij het wel aan, dat is 30 km per uur. Want dat is de minimale, maximale snelheid die hij kan instellen. Het symbooltje hier in de hoek is dan ook inderdaad oranje in plaats van groen. En dan weten we dat die begrenzer erop staat. Kan gewoon schakelen, kan gewoon remmen, kan gewoon koppelen. Alleen hij zal bij 30 km per uur nu een doodpedaal geven. En als je echt hem helemaal intrapt, dan gaat hij er overheen. Maar er zit dus een stukje vrije slag op pedaal, zodat hij niet over die 30 km per uur heen gaat. En ik kan hem dus regelen met plus. Kijk, dan gaat hij per kilometer omhoog. En willen we hem er dus afhalen, kortstondig. Even indruk op 0, staat hij in geheugen. Reset R'tje, komt hij weer terug in de begrenzer. Dus op die manier werkt het wat dat betreft helemaal goed. En ook heel makkelijk. Ja, dus dat is wat betreft dan de cruise control en de snelheidsbegrenzing. Nou, dan hebben we natuurlijk nog multimedia. Als ik die even indruk naar home, dan kan ik bijvoorbeeld inderdaad selecteren voor de kaart. Nou, geeft altijd wel een veiligheidswaarschuwing. Dus die moeten we even accorderen. En dan komt hij inderdaad ook gewoon in de navigatie. Nou, geeft hier ook aan welke radiostation die aan het spelen is. Opties natuurlijk inderdaad en home. En in de opties zit natuurlijk ook het zoeken van een adres. Dus op die manier kunnen we hem dan inderdaad inprogrammeren. Nou, ik ga even terug naar de telefoon. De telefoon is natuurlijk ook niet onbelangrijk, zo gezegd. Zoeken naar Bluetooth apparaat. Ik druk die eventjes in. Vervolgens moeten we ook even zoeken met het toestel zelf. En op die manier kunnen we dan inderdaad de boel vinden. Even inprogrammeren. En op die manier is die dan gekoppeld. Vaak geeft hij natuurlijk inderdaad de melding dat hij dan 000 ingetoetst moet krijgen. Of 1234. Ja, maar dat geeft hij zelf aan welke code we moeten intoetsen. En dan eenmaal gekoppeld, dan kunnen we gewoon instappen met de Bluetooth aan. En dan gaat hij het ook gewoon doen. Dus wat dat betreft ideaal. Eenmaal gekoppeld is
is gewoon klaar voor gebruik, zo gezegd. Nou, verder natuurlijk nog verwarming, ventilatie. Nou, hoe warm willen we hem hebben? Kunnen we instellen. Blower natuurlijk inderdaad, hoe hard willen we hem hebben. Airconditioning, gewoon kwestie van even druk op de knop. En dan gaat hij gewoon meedoen. En waar we natuurlijk inderdaad dan de verwarming of de ventilatie willen hebben. Achteruitverwarming en recirculatieknop. Voor als we achter een vuile auto zitten of inderdaad door een tunnel rijden. En dan kunnen we dat wat dat betreft gewoon allemaal regelen. Dan denk ik dat ik het meeste zo wel heb gehad. Zijn er toch nog vragen, dan hoor ik het graag. En anders zou ik alvast zeggen, hele fijne, veilige kilometers toegewenst. En tot straks bij de aflevering.